Het boek wat ik gekozen heb heet Even wachten en dat gaat over een hondje, die heet Joep, en zijn baasje Joris. En Joep moet heel nodig poepen en plassen, hij moet nodig uitgelaten worden. Hij gaat dus naar Joris toe die lekker zit te spelen en die heeft op dit moment helemaal geen zin en geen tijd om Joep uit te laten. Dan denkt Joep van, daar heb ik wel iets op uh, gevonden. Ik ga lekker de tuin in met uh, Joris. Ik lok hem mee met een bal. En daar doe ik wel alles wat ik moet doen. Dus hij gaat heel lekker poepen en plassen achter de struiken. En dan gaan ze weer naar binnen. Als iedereen eindelijk klaar is om Joep uit te laten, dan ligt Joep heerlijk in zijn mand. En uh, als hij dan zijn riem om krijgt, doet hij één oog open. En hij denkt, Nou, ik heb toch al alles gedaan, nu kan ik wel even wachten. Waarom ik dit boek geschreven heb, is omdat ik de band tussen een hond en vooral een hond en een kind heel speciaal vind. Ik vind het goed dat ze verantwoording leren dragen, lekker leren knuffelen, maar ook leren dat ze af en toe iets moeten doen wat ze eigenlijk niet zoveel zin in hebben. En uh, ja, het is gewoon ook een heel leuk, lief boek. Je ziet dat een hond en een kind heel goed met elkaar kunnen opschieten.